Enzo, je hebt het parcours bekeken van het EK in Alkmaar. Wat vond je ervan? Het is een apart rondje. Veel bochtjes. En ik denk dat het nog best wel zwaar gaat worden. Omdat het gewoon in het, ja, in de stad op een lint zal gaan. En dan met de kasseienstrook erin. Dus het wordt apart. Ook de tijdrit. Wat verwacht je daarvan? En ook sportief. Nou, qua uitslag vind ik het lastig om te zeggen. Ik weet natuurlijk niet hoe goed de rest zal zijn. Maar over het parcours, ja, het is een snel parcours, weinig bochten. En de wind heeft wel daar vrije rol, dus dat kan altijd nog lastig worden. En ja, qua uitslag, dat kun je pas zien als we gefinished zijn. Dus, ja. Alsof je best. Ja, precies. Hoe is het om ja, toch een keer zo'n EK in eigen land, eigenlijk in eigen regio te rijden, eigen provincie? Ja, ik zou het nog niet weten, maar ik verwacht dat er veel mensen, veel publiek zal staan. Dus ja, dan is het wel toch een speciaal gevoel dat je in je eigen land rijdt. Dus.